30 ruggen op de tafel, weer een nieuwe stapel, maar nog steeds niet zeker van of die morgen nog wel leven kan, of die morgen nog wel eten kan. Is was ze altijd degene naar wie ze ook keken, maar nu niet meer relevant. Ik kan je zeggen, dit leven heeft meerdere wegen, maar kom er te stenen van. Iemand die jou uit zijn handen liet eten, want daar raak ik niemand tevreden van. Probeer te leren van je fouten, niet te veel vertrouwen, ja daar word je beter van. Niet te snel vergeten, altijd blijven racen, ook al word je stekkig meterslang. Echt, je wordt sterker door tegenstand, de vraag is of je daar wat tegen kan. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sta je op je eigen benen, dat betekent dat je best wel ondernemen kan. Aan het einde van de tunnel is er altijd wel een plek waar je alleen belandt. Ben een sukkel voor die brieven, dus het kan best zijn dat ik weer in die cel beland. Neem je die risico's, dan moet je weten dat je af en toe ook jezelf verbrandt. Blijven zoeken naar die better days, zorg meestal voor die better place. Het kan zijn dat je soms minder eet, het perfecte plaatje wordt echt nog compleet. Laat iemand je ooit zeggen dat je easy kan, echt dat heb ik geleerd sinds ik vieze kan. En je beste maat, je wordt opeens die vieze man, zoek die moeilijke weg ook als het easy kan. Ja, 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 ja,